De purperreiger kun je hier overal in de Alblasserwaard zien. Natuurlijk rond Alblasserdam, want ze broeden immers in het molengebied bij Kinderdijk. Heb je een mooie kolonie purperreigers. En helemaal aan de andere kant van de Alblasserwaard, in de Zouwenboezem, heb je een tweede kolonie. Die purperreiger ziet er heel anders uit dan onze gewone, normale, blauwe reiger die iedereen kent. Die purperreiger is bruin, met grijze strepen en op zijn rug is hij donkergrijs. Het is echt een hele mooi getekende reiger. Nou, we staan hier in het favoriete fourageergebied van de purperreiger. Sloten, hoog gras en hier en daar een els. Ik kom hem hier heel vaak tegen aan die slootkant. En daar staat hij doodstil te wachten tot een muis, een kikker of een visje zich meldt. En daar stort hij zich dan op. Nederland is het meest noordelijke broedgebied in Europa van de purperreiger. Gek genoeg broedt hij in België niet, dus hij slaat België over. In Frankrijk kom je hem weer wel tegen. En in de hele Alblasserwaard, in die weilanden, langs de sloten, kun je ze zien fourageren. Wandel je door de Alblasserwaard of door een weidegebied of ben je op de fiets? Ja, let dan heel goed op, want soms staan die purperreigers echt in het hoge gras of tussen het riet. En dan zie je ze nauwelijks en dan zie je alleen de kop en die smalle nek boven het riet uitsteken. En dan moet je wel heel goed kijken om hem te zien. Dus zie je een donkere reiger aankomen vliegen die iets ranker is dan de blauwe reiger, iets sneller met zijn vleugels slaat, dan is het vast en zeker een purperreiger. Nou, volg hem in je verrekijker en je weet niet wat je ziet.